Welkom bij Leeuwarden Actueel van maandag 21 juni 2010. Mark de Vries heeft zijn contract bij Cambuur met 2 jaar verlengd. De opluchting bij Cambuur is groot, want de Vries is een spits van grote klasse. In het eerste jaar bij Cambuur was hij voornamelijk pinchhitter, maar in het afgelopen seizoen werd hij de vaste spits. In het vorige seizoen scoorde hij 21 keer en hij heeft nu in totaal 100 doelpunten gemaakt in het betaalde voetbal in Nederland. Vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot beste speler in de Jupiler League en ontving hij hiervoor de Gouden Stier uit handen van Bert van Marwijk. In het hart van Westeinde, bij het multifunctioneel centrum, komt een complex van 33 huurappartementen. Het wordt een roodstenen gebouw in de vorm van een L, voorzien van kleurige balkons om het wat op te fleuren. De laatste jaren is het hart van Westeinde flink opgeknapt. Verzorgingshuis Zwettehiem is verbouwd en er kwamen al nieuwe appartementen in het winkelcentrum. Het is verder nog onduidelijk waar extra parkeerruimte gevonden moet worden. Mogelijk wordt een deel van de groenstrook aan de noordzijde hiervoor opgeofferd. Maar Huus en Hiem is het hier niet mee eens. Sinds zaterdag 19 juni heeft het Waddengebied officieel de status van werelderfgoed. Dat betekent dat de bestuurders nog beter hun best moeten doen om dit gebied te beschermen. Sinds zaterdag heeft de Waddenzee ook een eigen logo. Het was steeds zo dat het logo van de Waddenvereniging ook gebruikt werd voor de Waddenzee. Het nieuwe ontwerp werd gemaakt door Werner Rinia van het ontwerpbureau Merkmakers uit Leeuwarden. In dit logo is een bruinvis verbeeld die volgens de ontwerper de Waddenzee symboliseert. Het is een zoogdier met alle kenmerken van een vis, die bovendien als een vogel door het water schiert. Aldus de ontwerper die het logo zaterdag aanbood aan landbouwminister Verburg. Zaterdag is op het Cambuurplein een automobilist 2 keer op de bedrijfsleider van een supermarkt ingereden. De man had in de winkel oneenigheid gekregen met de bedrijfsleider. De man is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sloeg een 22-jarige Rotterdammer op het Ruiterskwartier 2 meisjes met zijn broekriem. Een 18-jarige vrouw deed aangifte en de dader is aangehouden en ingesloten. Zondagmiddag is op de Alexander Cohenwei een 30-jarige man uit Kampen aangehouden. Een getuige zag dat de man probeerde in te breken in geparkeerde auto's. Hij waarschuwde de politie en een motoragent was snel ter plaatse om de autokraker aan te houden. Bij een inbraak in de Chopinstraat is tussen zaterdagavond en zondagmiddag een laptop gestolen. Er werd een ruit geforceerd om binnen te komen. Zaterdagavond 19 juni was de 2e editie van Leeuwarden Zingt. Ook dit jaar vond het gebeuren plaats op het Oldehoofse Kerkhof en de start was om 7:30. De teksten van de liedjes die gezongen werden stonden in een gratis verkrijgbare krant en varieerden van ABBA tot Ramse Shaffi en van Anneke Dauma tot Phil Collins. Op het podium stond een aantal voorzangers en het doel was om de Leeuwarders bij elkaar te brengen en een leuke avond te bezorgen. Het gebeuren werd geopend door burgemeester Kroonen, die ook een aantal liedjes meezong. Oh, pretty woman! Is dit leuk, met elkaar zingen? Ik vind het heel gezellig. Het is echt iets Leeuwarders. Ja, ik vind het heel erg leuk. Nou, het zijn vaak wel, ja, wel wat ouderwetse liedjes. Ja, maar dat is leuk. We krijgen wat van de muziekgeschiedenis mee. Dat is wel erg waar. Plus begrijpen de ouderen wat meer dan. Dus straks uit volle borst meezingen? Ja, zeker. Zeker met de grote Leeuwarders hits, Gnot en zo. Doe het voor, hè. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, baby! Oeh! Ah! I wanna know if I be my girl. Hallo, now! Hey, hey, hey,
will be my girl. Zit de stemming er al een beetje in? En ik zit er hartstikke veel in zelfs. Ja? Want we roepen al continu, genot! En die komt ook nog, heb ik gehoord. Oké, dus dat wat dan gaat het dak hier af van de parkeergarage? Ah, absoluut hoor, dan springen we een meter de lucht in. Maar is dat leuk, met elkaar zingen? We gaan helemaal vooruit staan dadelijk weer. Ja, het is hartstikke leuk. En ondanks de regen geen probleem, maar kijk, een mooi oranje paraplu. Nou, met deze dagen kan niet beter, hè. Dus vanmiddag het voetbal en vanavond een klein feestje hier echt in Leeuwarden gebeuren? Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Zeker met zulke liedjes als Genot er straks er even bij. Dus het wordt een dik feest vanavond. Maak er een mooie avond van. Dankjewel. Ja, dankjewel. Gaat u straks uit volle borst meezingen? Daar was ik wel van plan. Ja. Als het een beetje droger wordt, ja, dan doe ik dat. Leuk zo'n evenement, als Leeuwarders met elkaar zingen. Ja, absoluut. Absoluut goed initiatief dus. Had een beetje mooier weer moeten zijn, hè. Ja, maar ja, daar hebben we niet in de hand. Maar straks gaat u zich warm zingen? Ja hoor, doen we dus, ja. Oké. Okay. Ja, mits het niet al te hard gaat regenen natuurlijk, want ja... Dat nat zingen is niet leuk, hè? Maar toch, het weer zag er niet goed uit en ik ga toch hierheen. Ja, ja, toch even, hè. Beetje voetbalmoe en dan is het goed om eens even te zingen, hè? Ja, 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 ja. Dus straks zingen? Ja, ja, we zingen mee. We zien wel hoe lang we het volhouden. Dank u wel. Ja, ja. Graag gedaan. U staat al met het eerste liedje in de aanslag. Ja, ik heb er zin in. Ja. Is dat leuk met elkaar zingen? Heel erg leuk, vind ik wel. Wat is daar zo leuk aan? Het groepsgevoel, het met elkaar, Leeuwarden zo. Ja. Heeft u ook al een favoriet nummer? Dat heb ik nog niet gezien, nee, nee, nee. Zou ik niet weten. Veel plezier. Dankjewel. Stellen.
Dit was Leeuwarden Actueel van vrijdag 18 juni 2010. Tot ziens.